Vanmorgen om 7:30 horen bewoners van de Troelstralaan in Zaandam pistoolschoten in de straat. Even later vinden ze het levenloze lichaam van een man, liggend naast een auto. Een groot rechercheteam is de hele dag bezig met het verzamelen van sporen. En het valt omwonenden rauw op hun dak. Surrealistisch. Ja, heel surrealistisch. Dit maak je niet dagelijks mee, gelukkig. Dat zie je op tv? Ja. Ja. Vaker wel dan niet, helaas. Maar nu is het bij mij in de straat. Heel jammer. Is dit een onrustige buurt? Nee, het is een hartstikke rustige buurt. Je kunt je kinderen hier buiten laten spelen. Iedereen let ook op elkaars kinderen. Het is heerlijk wonen. Dus dit hadden wij niet verwacht. Even verderop in Amsterdam-Noord wordt kort na de schietpartij een auto in de brand gestoken. De politie vermoedt dat die gebruikt is door de daders van de schietpartij in Zaandam. Nou, ik denk omdat er iemand langs reed en die heb het denkelijk gezien, die meneer is al weg. En dat die dus de brandweer heeft gebeld. Vandaar dat het mislukt is, dat hij maar half uitgebrand is. Want ik denk als die meneer het niet had gezien, had hij gewoon, want hij stond achter een Mercedes-busje, dus niemand had het gezien. Hoewel de schietpartij alle kenmerken heeft van een professionele liquidatie, houdt de politie een slag om de arm. Daar zou het op kunnen lijken, maar dit incident heeft vanmorgen plaatsgevonden. Wij zijn bezig met uitgebreid onderzoek, onder andere sporenonderzoek op de locatie. En het is een aantal uur later nog even te vroeg om inhoudelijk in te gaan op allerlei achtergronden. In ieder geval niet iets wat jullie op dit moment uitsluiten? We sluiten op dit moment nog niks uit. Daarom doen we ook heel uitgebreid onderzoek. En dan hopen we daar op een later moment wat meer over te kunnen zeggen.